300 kinderen vielen in 1948 in ons land ten offer aan het moderne verkeer. En dat was een droevig record. Het behoeft dan ook niet te verwonderen dat de verkeersdagen van dit jaar speciaal gericht waren op de bescherming van de jeugd. Daartoe werden overal pakkende acties gehouden, waarvan Bob, de jeugdtrainer voor veilig verkeer, de centrale figuur was. Per helikopter arriveert hij op de Malibaan in Den Haag. En dan wordt Bob opgenomen in een verkeersoptocht die door de residentie trekt. De minister van Verkeer en Waterstaat, meester Spitsen, kijkt op het binnenhof naar het voorbijtrekken van de stoet. Op de wagen van Bob volgen enkele voertuigen die dateren uit de tijd dat de straat voor de kinderen nog niet zo heel erg gevaarlijk was. Na het défilé wordt Bob door de minister ontvangen. Hij heeft een exemplaar bij zich van een brief welke prins Bernhard schreef aan de jongens en meisjes van Nederland en waarin deze hen op het hart drukt de regels voor veilig verkeer goed in acht te nemen. Thank you.